daar veel applaus gehad. Ja, maar Giel, jij mag nu genieten van je rust. Eet maar lekker een appeltje dat je zo graag lust. Giel en Anne, Anne en Giel. Twee dikke vrienden, dat kun je wel zien. Altijd weer een nieuw verhaal. Dus lekker luisteren, allemaal. Ja! Hey Giel. Hey, hoi Anne. Kijk eens, Giel. Oh, wat zijn dat nou voor een rare ballen? Dat zijn geen rare ballen, dat zijn kerstballen. Oh. Ja, ik moet morgen op een toren van acrobaten staan en drie ballen in de lucht houden. Maar ik bak er nog helemaal niks van. Jij moet inderdaad nog een beetje oefenen. Dat is toch makkelijk? Ik kan het wel met 10 ballen. Ja hoor. Voorzichtig, ze zijn van glas. Ja. Oeps. Dan ga ik wel slapen. Nou, die is klaar. Volgens mij is er iemand moe. Nee hoor. Eerst nog een verhaal. Eerst nog een verhaal? Ja, met een ezel. Met een ezel? Nou, dat kan ik niet beloven, hoor. Oh, zonder ezel hoef ik niet. Oké, nou goed. We zullen zien. Ik neem je mee naar een land hier ver vandaan. Een verhaal van lang geleden. Deze keer het verhaal van kerst over Jozef en Maria die een slaapplaats zoeken. Jozef en Maria zijn na een lange reis aangekomen in Bethlehem. De baby zal nu wel snel komen. Ze gaan op zoek naar een plekje om te logeren. Ze kloppen aan bij een... Stop. Laat mij dit verhaal maar vertellen, Anne, want jij vergeet de helft. En wat vergeet ik dan? Nou, mij natuurlijk. Jozef en Maria kloppen helemaal niet aan. Dat doe ik. Ik zeg, Maria is moe. Heb je nog een bed? Zegt die mevrouw, we hebben geen plaats meer. Oh. Ja, zet die dingen dan ook aan de kant. Oh. Heb je een plek? Want de baby komt er bijna uit, zegt die man. Denk je dat je de enige bent? Ik heb geen kamer meer over. Dus ik klop weer op een andere deur. Klop, 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 klop. Joehoe, roep ik. Komt er nog wat van? Huh? Oh. Moest dat nou zo hard? Kijk nou eens wat je gedaan hebt. Die hele deur eruit. Nou, die deur zit ook niet goed vast. Zeg ik tegen die mevrouw. En dan hoor ik aan de andere kant van de stad een man zeggen. Ik heb nog 1 plekje vrij. Wacht even, dus jij hoort iemand die aan de andere kant van de stad staat. Anne, deze dingen horen alles. Oké. Dus ik sjees naar de andere kant van de stad. Stilte, schreeuwt de man. Al mijn kamers zijn bezet, behalve eentje. En dit is de sleutel van de enige kamer die nog vrij is. Stilte! Schreeuwt de man opnieuw. En ik roep, Maria heeft een dikke buik. Oké, dan is die voor jullie. Oh, eindelijk, zegt Maria. En ik roep, dankjewel. Slik ik zo? Per ongeluk die sleutel door. Dat was niet de bedoeling. Dat kan iedereen gebeuren. Maria moet huilen. Is er dan nergens plaats voor haar, Jozef en de baby die bijna komt?
Maria huilen. Krijg ik toch een geweldig idee, Anne? Kom mee, zeg ik. Ik heb de perfecte plaats gevonden om te logeren. Ja, ja, dat zal wel, zegt Jozef. Hij gelooft me weer niet. Het is echt waar, zeg ik. Het is een droomplek. Echt een topplaats. Is het dit keer echt gelukt? Vraagt Maria. Tada! Zeg ik. De beste plek om te slapen. Niet te warm, niet te koud, heerlijk zacht en lekker veel hooi. De beste plek? Ja! Ja, voor een ezel misschien. Ja. Jozef en Maria hadden vast liever een plek gehad met een gewoon bed. Oh. En trouwens, Giel, in dit Bijbelverhaal staat helemaal niets over een ezel. Er staat alleen dat Jozef en Maria geen plaats hadden om te slapen. En daarom slapen ze op een plek waar anders de dieren staan. Ja, dat zei ik toch, Anne? Heb je wel opgelet? Nou, het was wel weer een heel groot avontuur, hè, Giel? Ja, maar er zat wel weinig ezel in. Ik moet trouwens even mijn kerstballen gaan zoeken. Waar zijn die? Ik moet nog wel even oefenen. Hey, ik heb ze hier toch ergens neergelegd? Wat gek! Waar zijn ze nou? Giel? Oeps. Giel, heb jij ze gezien? Ja, ja. Giel? Giel, Giel, ik weet dat je niet slaapt. Heb jij mijn kerstballen stuk gemaakt? Hm? Nou, ik vind het maar hele slechte ballen. Ze gaan veel te snel kapot. Giel, als je iets stuk maakt, dan kan je het ook gewoon vertellen. Oh. Waar moet ik nou mee oefenen? Wat dacht je daarvan? Oh, ja, wat een goed idee. Ja, dank je, Giel. Slaap lekker, Giel. Welterusten. Oh. Anne? Ja? Morgen weer een nieuw verhaal? Altijd weer een nieuw verhaal. Oh. Lekker slaap.